Dank u wel, de heer Duncan Brunings en toetsenist Jair Komter voor een prachtige voordracht. Vorig jaar heeft Koloku op zijn eigen manier ons meegenomen in het toen en nu als het gaat om 8 december. En ook dit jaar is hij weer bij Koloku Magieke Uitnodiging. Als het iets is waar wij op zoek gaan in moeilijke tijden, is dat een stukje empathie, medeleven, het meest belangrijke, dat wij met z'n allen verder moeten gaan. En we zijn bijna daar. Dus onderweg naar de finale. Olympische patiëntie. Het komt wel goed. Goed voor Sranan. Katibo aan de Jutan Presi. Sari aan de Apramisi voor jullie. Ik had de hoopu en singe na poko voor jullie ati. Lobby en tiri na firi die etan de Jutan Tom. Bro na winti voor bribi. Brasa de leri voor umbigi sma. Arki na barbari voor jullie babatra voor jarostu in jullie. Good for Sranan. Then quick you for Wakana, you eden a look to. You for to bury in the root of Grumama. Then lay you for both big membre in forget my uku. Ikasaka fasi, na adoro for feni nareti. To come, son Sranan. You bent verband aan de schoonheid van dit land. Je manoeuvreert vrijmoedig door de schade die ons land wordt toegebracht. Je spreekt vloeiende taal van vrijheid en verbuigt geen zins jouw waarde voor de dode mangs en driedelige pakken. Je onderneemt als nooit tevoren. Je doet de witte vlag niet wapperen tijdens oorlogen omdat opgeven niet voorkomt in je vocabulaire. Je maakt carrière in de hoop te mogen bijdragen aan de wederopbouw van Sranan. Je beschouwt bewustwording als medicatie van een natie die zichzelf niet meer kent. En je vertoeft niet in stilzwijgend gedrag. Je zorgt ervoor dat men altijd jouw stem wordt. Toekomst van Sranan. Je valt niet voor de sprookjes over koersgerechtigheid, omdat dat ons geen goed beleid belooft. Guru voor Sranan. Jouw uitzicht schijnt helder licht, omdat jouw toekomst goud waard is. Jij vormt Suriname in de bondroef van de gele ster. Je doet het zalige van de witte vlag versterken met het geloof dat vrede macht versterkt. Wij zijn dit land geliefd in de uitspattingen van roodvurige liefde en dragen de vruchtbaarheid en welvaart in onze harten, die geworteld is in het groene van moeder aarde. Kudu voor Sranan, opo yu firi, opo yu prakseri, opo yu denki, kondre, opo. Bika katibo ana yu tampresi. Sari ana apramisi fu yu libi. Bika te hopu e singi na poku fu yu ati. Lobi, e tiri na firi, di e dangra untuntung. En bij deze wil ik vragen als er dromers aanwezig zijn. Als dat zo is, wil ik je vragen om te knipperen met je vingers. En terwijl je dat doet, neem ik je mee in mijn droom. Want als je droomt en je opeens wakker schrikt van de angst en je durft om verder te dromen, bied ik je als geruststelling dat dromen de meest verrassende momenten realiteit worden. Als je alles hebt gegeven om die ene kans aan te grijpen en het mocht toch niet slagen, wil ik je vragen om nog eens de kans te wagen. Als je een marathon rent en je de eindstreep niet dreigt te halen, ervaar dat niet als een mislukking. Maar ervaar de durf die je hebt bewezen om te beginnen als een pure zegen. Want wanneer de eindstreep gehaald wordt en het werk voldaan is, zijn het onze voetsporen die als hoofdstukken in boeken zullen spreken.
vanaf het moment dat de uitdaging werd vastgegrepen, tot het moment dat het werd losgelaten, zijn er de momenten ertussen die ons karakter vormen en leven kleur geven. Want niets laat het vuur in ons zo fel branden als wanneer wij onze vleugels mogen spreiden en wapperen richting onze beoogde doel. Soms onder de mooiste en meest gunstige omstandigheden. Maar het is juist onder de meest uitdagende situaties dat het behaalde resultaat zoeter, zoeter smaakt. Diamanten ontstaan immers onder immense druk. We beseffen dat we het vermogen bezitten om groot te dromen. En laten we ons niet limiteren door de hemelen. Because the sky is never the limit. We verpulveren rotsen met de kracht van onze ambities. We zijn goed geworteld op onze voeten en kunnen elke tegenslag verdragen. Donderslagen zijn de symfonie van onze resultaten. We zijn gepassioneerd om overal waar wij ons huisvesten met thuisgevoel achter te laten. Maar het is het enige geaccepteerde valuta waarmee wij onze successen kunnen kopen. Dit is dan het moment dat wij onszelf eraan moeten herinneren waarom wij doen waarmee wij begonnen zijn. We worden voorgedragen om als nieuwe invalshoeken en gedachtegangen te vergunnen. Met als hoofddoel om drastische veranderingen teweeg te brengen. Daarom wil ik een beroep op een ieder doen. Blijf dromen. Dan dring. Maar het liefst met het oog open. Kratan. Dankjewel voor een hele mooie voordracht. Was dat. Ik nodig nu uit de minister van Justitie en Politie, de heer Kenneth Amoksi, die namens de president het woord aan u zal richten. Ja, goedemiddag u allen. Voorzitter van de stichting 8 december 1982. Leden van het Corps Diplomatie, familieleden, nabestaanden van de 15 brave moedige mannen die in de tijd 41 jaar terug moesten vallen. Aanwezigen, dames en heren van de pers, ik heb geluisterd naar de voordrachten daarnet van de geestelijke, ook van de creatieve acteur daarnet. En we zijn 41 jaar verder. Er is zoveel gebeurd. Er is zoveel schade aangericht, materieel. Maar het immateriële, dat knaagt. Dat treft diep, diep. Diep. En het gaat niet weg. Deze week, denk het was maandag, was ik op Mungo samen met de hofpresident en de procureur-generaal om de rechtspraak in Mungo weer nieuw leven in te blazen. Dus elke maand zal er zitten zijn in Mungo. En ik trek het door naar wat in 2007 is begonnen om deze zaak, de 8 december moorden, voor te brengen. En we zijn ettelijke jaren verder, maar eens moet er een eind aan komen. Kijk, we kunnen kijken naar vergankelijke dingen, materiële zaken, kunnen kijken naar de vergankelijkheid van schoonheid. We kunnen kijken naar de vergankelijkheid van macht, misschien arrogantie.
Ondoor dat saamheid. Het zijn allemaal vergankelijke dingen. Maar gerechtigheid is niet vergankelijk. Het geloof dat u hebt gehad, de hoop dat u hebt gehad in gerechtigheid, is niet vergankelijk. Het leeft nog. En dat doet u, dat heeft u elk jaar weer vanaf u bent begonnen om u hier op te houden, om dit te gedenken, heeft dat u staande gehouden, recht te houden. En ik wil u bedanken dat u geloof bent, dat u bent blijven geloven in gerechtigheid. Dat u hoop hebt blijven hebben koesteren. Dat eens een dag komt waarbij gerechtigheid fier zal staan en ook zal spreken. Ik dank u wel. Dank u wel, minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie, die hier de president heeft. Dank u wel. Geachte nabestaanden, eerwaarde geestelijke, minister Amoksi als vertegenwoordiger van de president, geachte ambassadeurs van het Koninkrijk van Nederlanden, de United States en van Frans, met spouse, met delegaties, geachte aanwezigen. Ik heb verzuimd mijn vriend voorzitter Ayen Tuna ook te verwelkomen namens de stichting Moiwana. Vandaag staan we hier opnieuw om hulde te brengen aan de 15 helden die op 8 december 1982 bruut zijn vermoord tijdens de militaire dictatuur. John Bamburam, 36 jaar, advocaat. Cyril Daal, 46 jaar, voorzitter van de Moederbond, de grootste vakbond van Suriname. Kenneth Gonsalves, 42, advocaat en president van de plaatselijke orde van advocaten. Eddie Hoos, 48, advocaat. André Kamperveen, 58, ondernemer, eigenaar van ABC Radio, voormalig minister van Jeugdzaken, Sport en Cultuur en vicepresident van de FIFA. Gerard Lekkie, 39 jaar, psycholoog en decaan van de Economische Faculteit van de Universiteit van Suriname. Sugrim Umrosin, 42, wis- en natuurkundige en voormalig parlementslid van de vooruitstrevende hervormingspartij. Broer van Baal Umrosin, een docent aan de Medische Faculteit van de Universiteit van Suriname, die dood en met een zwaar bebloed lichaam werd gevonden na de coup-poging van maart 82. Leslie Raman, 28 jaar, journalist verbonden aan het dagblad De Waarheid. Surinder Rambokus, 29, luitenant die de leiding had over de coup-poging van maart 1982 tegen Boutersen en in november 1982 voor de krijgsraad was veroordeeld tot 12 jaar gevangenisstraf. Harold Riedewald, 49 jaar, advocaat. Jiwan Singh Sjombaar, 25, militair die beschuldigd werd van betrokkenheid bij de coup-poging van maart 1982 en hiervoor door de krijgsraad veroordeeld werd tot 8 jaar gevangenisstraf. Jozef Slagveer, 42 jaar, journalist en directeur van het nieuwsagentschap Informa. Robby Sohan Singh, 37, ondernemer. Frank Wijngaarden, 43 jaar, journalist en radioomroeper, werkzaam bij ABC Radio. We eren hun nagedachtenis en tonen onze diepe respect voor de nabestaanden die jarenlang strijden voor gerechtigheid. In het bijzonder willen we een ode brengen
aan de weduwe van deze slachtoffers. Ze hebben, ondanks het ontbreken van hun vaders in het huis, hun gezinnen met vastberadenheid en heel veel liefde opgevoed tot goede burgers. Hun toewijding en kracht vormen een bron van inspiratie voor ons allen. Het is hartverscheurend te beseffen dat de ouders van bijna alle 15 slachtoffers het leed niet hebben overleefd en gerechtigheid voor hun zonen nooit hebben kunnen aanschouwen. De diepe pijn van dit gemis en het onvervulde verlangen naar gerechtigheid dragen de families met zich mee elk uur en elke dag van hun leven. Onder leiding van meester Freddy Kluisland en meester Gitard Gangaram Pandey richten de nabestaanden een verzoek aan het Hof van Justitie om de vervolging van die gruwelijke moorden te bevelen. Dat bevel werd in oktober 2000, een maand voor de verjaring van deze moorden, inderdaad gegeven. In 2001 startte het gerechtelijk vooronderzoek en in 2007 werden 25 personen gedagvaard voor de op 8 december gepleegde moorden en begon voor de krijgsraad eindelijk het 8 december strafproces. Anno 2023 zijn er nog slechts 5 verdachten over van de oorspronkelijke 25. Het 8 december strafproces dat op 30 november 2007 begon was een flikkering van hoop voor velen die verlangden naar gerechtigheid. Echter, zoals we allen weten, is dit proces niet zonder obstakels geweest. Er werden vele vertragingsmethodieken toegepast en zelfs gepoogd om het hele strafproces te stoppen. De aanname van de zelfamnestiewet 2012 door de wetgevende macht heeft de Republiek Suriname nationaal en internationaal te schande gezet. Het werd des te zorgwekkender toen de toenmalige president en hoofdverdachte in deze rechtszaak naar artikel 148 van onze grondwet greep in een poging om de procureur-generaal te ontslaan, daarbij voorbijgaan dat elke inmenging in zaken de opsporing en de vervolging in zaken bij de rechter aanhangig verboden is. Artikel 131 van diezelfde grondwet. Deze handeling staat lijnrecht tegenover de principes van onze grondwet en de rechtsstaat, waarop onze samenleving is gebouwd. Jammer genoeg zullen er altijd individuen zijn die op basis van drogredenen zullen proberen de fundamenten van de rechtsstaat te ondermijnen. De onderdrukker verdedigen is de onderdrukking voortzetten. Wij verwachten dat op 20 december 2023 het rechtsproces aangaande het 8 december moordproces tot een einde zal komen. Dit moment draagt een gewicht van zowel gerechtigheid als hoop voor de nabestaanden en het volk van Suriname. Het is een moment van toetsing en van reflectie, van herinnering en rouw. Er is ook een moment om te erkennen dat gerechtigheid niet altijd snel af of gemakkelijk komt. En dat het juist daarom belangrijk is om te blijven strijden voor wat juist is. Beste nabestaanden, waardevolle burgers van Suriname. Nabestaanden. U heeft met onvoorspelbare moed en veerkracht gestreden voor gerechtigheid. En ik wil daarvoor mijn diepste respect betuigen. Jullie hebben een diepe pijn gedragen die niemand zou moeten dragen en deze reis naar gerechtigheid is het testament van jullie vastberadenheid, liefde voor degenen die zijn heengegaan en jullie geloof in de rechtsstaat. Aan het hele volk van Suriname wil ik zeggen dat dit proces niet alleen gaat over het verleden, maar ook over de toekomst. Het is een moment waarop we als natie kunnen reflecteren op onze waarden, onze veerkracht en onze toewijding aan gerechtigheid. Ongeacht de uitkomst van het vonnis, laten wij vasthouden aan de principes
die ons als samenleving verenigen. Gerechtigheid, waarheid en respect voor de rechtsstaat. Laten we samen vooruitkijken en streven naar een Suriname waarin gerechtigheid niet alleen in wetten is vastgelegd, maar ook in onze harten en in onze daden. Laten we bouwen aan een toekomst waarin vrede en verdraagzaamheid de overhand hebben en waar we gezamenlijk werken aan een samenleving die gebaseerd is op inclusiviteit, respect en wederzijds begrip. Mogen dit moment van vonnis niet alleen het einde markeren van een juridisch proces, maar ook het begin van een nieuwe fase in onze geschiedenis. Laten we als natie samen verder gaan met compassie en vastberadenheid in de richting van een Suriname waarin gerechtigheid, vrede en eenheid zegevieren. Als een eeuwigdurend eerbetoon aan onze 15 helden. Dank u. Dank u wel, meneer Umrao Singh. Rijn is ook live hoor. Reclame voor je. Je bent gewend? Thank you.
Thank you.
wie wel dan? Dank u wel. Help me uitklappen. Die tweede, ja. Thank you. Meneer Amoksi, heeft u nog enkele opmerkingen over vandaag? Wat zegt u? Heeft u nog enkele opmerkingen over vandaag? Ja, opmerkingen. We kijken uit. Er is een bekendmaking uitgegaan vanuit het Openbaar Ministerie. Dat dus op 20 december een voorzetting van de rechtszaak zal plaatsvinden. Dus we kijken uit naar de activiteiten. Die op die dag geontplooid zullen worden. Voor wat betreft eventuele calamiteiten, de handhaving van de openbare orde en rust. Dus die garantie geven we wel dat net zoals gedurende de rechtszaken, dat het ordelijk kon verlopen. Dus dat die garantie er zal zijn.
En dat we uitkijken naar wat, welke kant op ook zal uitgaan. Op welke manier is die garantie, gegeven? Extra manschappen, extra troepen, extra beveiliging? Ja, in de zin van natuurlijk, er is een plan natuurlijk. Je schrijft een plan uit. En dat zal worden uitgevoerd. Er is een command center om de veiligheid, de orde te handhaven. En die plannen zullen dus worden ingezet, uitgevoerd. Thank you. Meester Esset, we staan hier ter nagedachtenis van advocaat, sorry. We staan hier om de 15 personen die zijn vermoord te herdenken. En velen zeggen, ze hopen dat dit de laatste keer is dat we op zo'n wijze de mensen kunnen moeten herdenken, want ze wachten allemaal op gerechtigheid. U als advocaat van de nabestaanden, wat zijn de verwachtingen voor u? Ja, het is inderdaad niet de laatste keer dat de slachtoffers herdacht zullen worden. Dat zal altijd door blijven gaan. Maar het is de laatste keer dat de slachtoffers herdacht worden, terwijl de daders nog vrij rondlopen. Dat is juist en dat is ja al die jaren even pijnlijk geweest. Maar er is nu toch wel goede hoop dat de laatste keer zal zijn dat de mensen nog vrij rondlopen op 8 december. Omdat op 20 december er een vonnis komt en ik ervan uitga dat het een veroordelend vonnis zal zijn. En ik er ook van uitga dat het vonnis ten uitvoer zal worden gelegd. Ik zie geen reden waarom het vonnis niet ten uitvoer zou moeten worden gelegd. Kan ik niet bedenken. En ik denk ook dat de gewapende machten die die gevangenneming moeten doen plaatsvinden, bereid en in staat zijn om dat te doen. Dus dat geeft toch een iets ander gevoel aan deze bloemenhulde. Het vooruitzicht dat gerechtigheid binnenkort daar zal zijn. Er worden een hele hoop speculaties gedaan natuurlijk of de hoofdverdachte in deze echt in de boeien wordt geslagen, naar de gevangenis wordt afgevoerd en welke andere scenario's zoals onrust binnen de samenleving kan plaatsvinden. Hoe kijkt u daarnaar als advocaat van de nabestaanden? Nou, eigenlijk allemaal slechts theoretische mogelijkheden. Ik verwacht niet dat de gevangenneming enig probleem gaat opleveren. Ik verwacht ook geen weerstand voor de gevangenneming. En wat mij betreft, zo gauw als die gevangenneming heeft plaatsgevonden, zullen er natuurlijk mogelijk geluiden van ontevredenheid zijn. Dat mag. En daar moet ook alle ruimte aan gegeven worden. Maar but that's it. Recht moet geschieden. En als dat geschiet, kan niemand daartegen zijn. En wat mij betreft, gaat dat dus ook gebeuren. En u zegt inderdaad, het is een gevoel van hoop bijna, dat vandaag, dat gevoel van hoop, ja nu vooral hoop, dat er een uitspraak eindelijk komt. Hoe zal dat aankomen dat er voor hun een eind komt hieraan en dat ze op gerechtigheid kunnen rekenen als het ware? Nou, ik moet zeggen, die vraag moet u aan de nabestaanden stellen. Maar ik neem aan dat elke nabestaande zeer tevreden zal zijn wanneer inderdaad het vonnis weer bevestigd wordt en de mensen inderdaad hun verdiende straf uitzitten. Dat lijkt mij heel logisch. Dank je. Wat is onderzoek op objectiviteit, op eerlijkheid, op waarheid en goed zal zijn voor de hele samenleving. Ja, maar wat verwacht je zelf? De verwachtingen zijn. De verwachtingen van mij zijn niets anders dan wat het oordeel van de krijgsraad is geweest. Zij hebben onderzoek gepleegd, diepgaand onderzoek, forensisch onderzoek, noemt u het maar op, heel zorgvuldig nagegaan. Dus ik verwacht niets anders dan. Veroordeling. Een veroordeling. Een veroordeling kan ook zijn, hoe noem je dat? Onschuldig. Ja. Dus het veroordelen kan zijn, reken ik, dat ben niet ver of anders zal afwijken van wat de krijgsraad heeft gezegd. En dat heeft de reden waarom. De reden is dat in hoger beroep, laat me het eerst goed en correct zeggen, na de krijgsraad hebben we een periode gekregen van verzet aantekenen. Dat verzet is aangetekend en in dat stukje van verzet
heeft de hoofdverdachte en de andere verdachte geen moment de gelegenheid aangegrepen om hun vrijheid of onschuld te bepleiten. Men heeft het zwijgrecht toegepast. Ja. Het recht daarop. En het mag. Maar als je de gelegenheid hebt, als je de wereld hebt gezegd op politieke podia, altijd van hoe onschuldig je bent en het is zij of wij, en nu krijg je de gelegenheid bij de rechter om je zegje te doen, dan hou je je mond dicht. En dat is een kwalijke zaak, want we zijn niet op uit om mensen op te sluiten. We zijn op uit om schuldigen op te sluiten, te verwijderen uit de gemeenschap, want het zijn gevaarlijke elementen voor ons om te functioneren. Want u moet sabi, dat als dan nou dat wat ze noemen, if I bid me, I bid you too. Als schriftjes zijn, dan kan blaka voor en dan kan wit voor u toe. Dus we moeten waken als samenleving dat we deze situatie nooit, maar ook nooit meer kunnen meemaken. U moet begrijpen, u bent journalist vandaag, u interviewt mij. Ja. Zo waren er ook 5 andere journalisten die hun werk naar eer en geweten deden. Kritische vragen stelden om de waarheid naar boven te halen. We hebben laatst een onderscheiding gehad van de directeur van Starnieuws. En weet je wat voor een eer en wat voor een boost dat zou betekenen of dat betekent voor de journalistiek? Maar wat we hebben gehad in 1982, omdat uw collega's hun eigen mening hebben geventileerd om de waarheid naar boven te halen, zijn ze vermoord. Ja. Dus het is eigenlijk ook voor u en voor u allen, uw collega, een dag om diep, diep, diep te bezinnen en om rouw te betonen van wat is gebeurd en dat u moet bidden en moet werken dat dit regime, dat dictatoriaal regime dat we ooit hebben gehad in dit land, nooit en op geen enkele wijze meer manifest kan zijn. Oké. Okay. Een vonnis in het voordeel van de nabestaanden, zou dat helpen om dus dan toch wel de zaak een plek te geven? Het is geen voordeel van de nabestaanden. Dit is een kwestie van de Republiek Suriname. Er is een aanval gepleegd op de Republiek Suriname. Men heeft instrumenten in 1982 en in de dictatoriale periode gebruikt, misbruikt, om diezelfde samenleving waar je moet dienen, uit te moorden, te onderdrukken, monddood te maken. Dus het is geen enge overwinning. Daarom heb ik ook gezegd in mijn spreekbeurt dat er 2 categorieën zijn. Je hebt de persoonlijke categorie van de nabestaanden direct, maar het heeft ook een groter doel. Ja. De Republiek Suriname. En zolang wij niet bewust zijn als burgers van dit land, in welke functie en hoedanigheid je verkeert, bewust ben van de waarden die we hebben gehad om equal justice te hebben, om gelijkwaardig te zijn, niet beseffen, dan gaan we dit soort taferelen blijven hebben in ons land. Ik bedoel, we kunnen niet blijven opbouwen onze sociale waarden, onze economische waarden, om het weer terug te geven aan mensen of in de toekomst aan mensen die totaal, totaal, totaal geen respect hebben voor de normen, waarden en gerechtigheid van dit volk. Ja. Dus het is niet een kwestie van de nabestaan. Wij winnen niet. Het gaat om Suriname. Oké. Okay. Wat ik wilde vragen is, van na dit vonnis, zullen jullie nog deze plechtigheid hebben en al die zaken, zullen jullie dat gewoon continueren? Dat moeten we nog even onderling bespreken. Want op een gegeven moment is het natuurlijk ook zo dat je een juridisch gedeelte hebt. Je hebt een persoonlijk gedeelte. En dat persoonlijk gedeelte kunnen mensen invullen op hun eigen manier. Maar daarover moeten we nog praten. Want kijk, vergeten doe je nooit. Weet je, ik heb een vriend gehad, zijn zus is vermoord en verkracht. Omgekeerd, verkracht en vermoord. Ja, hij stond in de rechtszaal tegenover de dader. En op dat moment kan ik hem niet vragen of je die man vergeeft. Weet u, dus dat antwoord zullen we aan u geven wanneer we bij die brug zijn. Ja. Die we moeten oversteken. Jullie buigen wel voor het definitief vonnis als die komt. Absoluut, daarvoor hebben we zoveel jaren gediend en gestreden. Toch? Elke uitslag van de rechter, daar zullen wij honoreren. Want dat is de essentie van de gerechtigheid. Eerbied voor de rechtsstaat. Ook als het in jouw nadeel valt, ja, dien je dat te respecteren. Had ik een beetje gelijk dat er een gevoel van hoop was vandaag, dat vandaag de laatste dag zou zijn dat jullie zo'n herdenking hebben, dat de hoofdverdachte in deze eigenlijk vrij loopt? Nee, dat is voor ons geen essentie. Onze hoop is gevestigd dat de Republiek Suriname, zoals het werd gesticht op 25 november 1975, dat gerechtigheid en rechtsstaatgedachte
evident en manifest moeten blijven, omdat dat de basis is voor de ontwikkeling van onze samenleving. Onze hoop staat is gevestigd op die rechtsstaat, niet op persoonlijke zaken. Dit is echt, en dat moet goed doordringen tot ieder, het is groter dan een persoon. Zoals ik ook vaak zeg, dat de verdachten vaak hebben gedacht dat ze groter dan de Republiek Suriname zijn. Niemand is groter dan de Republiek Suriname. Je zal op je knieën gaan voor de Republiek Suriname. Is dat de reden waarom minister Kenneth Amoxie de nabestaanden heeft bedankt net? Nou, ik heb in welke zin bedankt? Ik heb... Ik kan hem zelf niet meer zien, maar hij bedankt jullie als nabestaanden. Ik ga ervan uit. Bedankt dat jullie... Ik heb de toon begrepen van de minister Amoxie die namens de president hier aanwezig was. Dat onze vastberadenheid, onze drive voor gerechtigheid, dat zeer gewaardeerd wordt, omdat dat altijd ook een positieve uitstraling naar die hele gemeenschap is. Kijk, in Suriname, in de postmilitaire fase, zijn er nog steeds een aantal zaken die zich voordoen die veelal te maken hebben met mensenrechten schendingen. Het is nog niet afgelopen met 8 december. Het is ook nog niet afgelopen met Mooiwana. We hebben evident kunnen merken dat er nog steeds mensenrechten schendingen plaatsvinden. Uiteraard niet in proportie van wat wij hebben meegemaakt in de militaire periode. Maar er gebeuren nog steeds zaken. De stichting 8 december 1982 overigens heeft ook protest aangetekend bij het liquideren van onze Indiaanse broeders in het Matta-gebied. Een paar maanden geleden. We hebben protest aangetekend dat het vonnis van Mooiwana nog niet en nog steeds niet integraal is uitgevoerd. We hebben protest aangetekend bij een politieactie toen er vermeende rovers in een auto waren in het district Wanica die ook zijn omgekomen. Dus de kwestie van mensenrechten is niet alleen 8 december, dat wil ik wel benadrukken. Want de tegenpartij, en ik zeg duidelijk de tegenpartij, de vijanden van de rechtsstaat, die zijn constant bezig op subtiele en soms heel openlijke manier aan te geven dat alleen de mensen van 8 december nabestaanden hebben. Nee, wij zijn solidair met alle nabestaanden van alle mensenrechten schendingen vanaf 25 februari 1980. Daarvoor hebben we ook een monument, tenminste OGV, een monument opgericht aan de Dr. Sofie Redmondstraat. En wat vond u van de keuze van de passage uit de Bijbel, uit Habakkuk van Pater Toon? Ik ben niet zo een gelovig mens, maar ik waardeer, ik bedoel, toen Pater Toon sprak en ook de pandiet sprak, dacht ik van eigenlijk hoef ik geen speech meer te houden, want dat is de essentie van wat ik naar voren heb gebracht. En wat is die essentie? De essentie is dat we allemaal moeten buigen bij een oordeel van de rechterlijke macht, omdat dat de rechtsstaat in stand houdt. Behalve vrede, harmonie is zo belangrijk in ons leven. En als we fouten hebben begaan, moeten we die erkennen en dan moeten we consequenties aan verbinden. En het hele volk niet weer opzadelen met bedreigingen en allerlei andere zaken die niet ter doende zaken zijn. Dat is geen aanval. Wat verwacht u van... Laten we verder oplopen. Wat verwacht u van... Wat is dat? De keuken. Ja. Wat zijn de verwachtingen? Wat bakken ze dan? Wat zijn de verwachtingen voor 20 december? Wat zijn de verwachtingen van u voor 20 december? Nou, de verwachtingen zijn dat het Hof van Justitie natuurlijk op basis van hun eigen onderzoek dat gebaseerd is op zorgvuldigheid, op de wet en op hun integriteit op van het zullen wijzen. Ik verwacht en denk dat het niet anders zal zijn dan wat de krijgsraad inmiddels heeft uitgesproken. Ik wil wel dit bijvoegen, maar dat is mijn persoonlijke mening, niet van de stichting. En dat is dat wanneer mensen zodanige strafbare feiten hebben gepleegd van moord, marteling, in feite crime against humanity, dat zij met politieke macht waren omhuld. En die macht heeft men gebruikt om overheidsinstrumenten en machten te gebruiken om atrocities te plegen. En ik denk en ik verwacht en ik hoop dat naast een straf
van 20 jaar gevangenisstraf met directe gevangenneming, dat men ook zulke mensen moet ontzeggen van hun passief kiesrecht. Want ze hebben die posities misbruikt om dit soort gewelddadige en gruwelijkheden te plegen. Laatste vraag. Maar meestal zegt men, je hebt het pas als je het hebt. Maar hou je toch een beetje rekening met een uitspraak die je niet verwacht? Ja, dat heb ik ook gezegd. Ik bedoel, wij hebben volledig vertrouwen in de rechterlijke macht. In welk vonnis ook uitgesproken zal worden, wij gaan ons neerleggen daarbij. Maar de verwachting is natuurlijk dat zij zich zullen committeren aan de uitspraak van de krijgsraad. Dank u wel. Oké, we gaan naar. Ik ben er. 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 Ik ben er.